Ish is hier bij ons vandaag en Ish, je hebt weer een bijzonder verhaal mee. Het verhaal van Joke. Joke zit met haar ouders in de wagen. Ze krijgen een auto-ongeluk. Zij wordt wakker in het ziekenhuis en krijgt dan te horen dat beide ouders overleden zijn. Mijn vader die een omelet bakt, een hele dikke pannenkoek eigenlijk van nee. En dat was aan beide kanten nee, nee, hoe dat zo in de lucht voor te draaien. En van mijn moeder heb ik heel vaak in het telefoonstel gestaan wanneer ze aan het bellen was met haar mama. Dat zijn echt zo van die specifieke herinneringen dat je weet van oké, die zijn er. En dat je ook wel kan vertellen aan je kinderen. Ik ben geboren in 82. Ik heb 7 jaar zonder zorgen geleefd. En het is ja, opgroeien, het leven ontdekken als kind. Tot in het laatste jaar, tot in 89, had ik mijn eerste communie gedaan. Hadden ze besloten van we gaan een keer naar de zoo. En wanneer we naar huis gingen, toen was er één grote klap en is er een vrachtwagen op ons gereden. Vooraan, aan de zijkant. Je hoort lawaai van brandweer die daar is toegekomen om de auto open te snijden. Het geluid van een helikopter. En als we in het ziekenhuis waren, echt de geur, voel je in slaap te doen. En dan kom je wakker. En dan zie je iemand zitten op het einde van je bed. En je vraagt achter je ouders. En toch weet je dat ze nooit terugkomen. Kan je je herinneren, tijdens die 2 weken dat je dan in je bed lag, dat iemand je heel duidelijk heeft uitgelegd wat er met je ouders was gebeurd? Ik kan het me niet herinneren. Nee. Ik zit wel nog in het ziekenhuis wanneer de begrafenis was. Ja. Ja, dus eigenlijk afscheid nemen. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb nooit meer naar mijn huis geweest, waar wij woonden. Ik ben daar nooit meer binnen geweest. Kom je terecht bij je grootmoeder, een huis dat je wel kent. Maar ja, het is allemaal zo anders. En hoe wordt dat dan als familie verwerkt? Zo weinig mogelijk praten. Praten was precies iets misdadig. Waardoor dat je zelf met vragen zit en waardoor dat je begint te beseffen dat ja, het wijn eigenlijk het wint over het praten. Ik heb echt nachten mezelf in slaap geweend. Wat denk je dat je in je jongere jaren het meest nodig had? Qua opvoeding had ik alles. En dat was ook de grootste taak voor mijn grootmoeder. En dat was ons grootbrengen. Maar emotioneel... Ja, dat was er niet. Er was geen knuffel of een moment dat je samen in de zetel zit. Nu, mijn grootmoeder was eigenlijk ook geen groot knuffelmens. Misschien heeft het te maken dat ze dat als kind zelf ook nooit heeft ervaren. En dat is ook iets wat ik ook heb moeten leren aan mijn kinderen toe. Van leren knuffelen en zeggen van, hé jongens, jullie doen dat goed als ze iets doen, muziek of dansen of toetsen. Maar wanneer je dat zelf nooit gehad hebt, dan is dat moeilijk. Want dan weet je eigenlijk niet van, hoe voelt het als er iemand zegt tegen jou van, ik ben trots op je. En van waar heb jij dat dan allemaal gevonden om je toch eraan te herinneren dat jij dat wel moet doen met jouw kinderen? Door te kijken wat er rondom je gebeurt. En daarom is ook de keuze geweest van een jonge mama te worden. Want ik wou een jonge mama zijn met de bedoeling van... Hetgeen dat ik heb gemist als kind, wil je extra geven aan hen. Als mijn oudste zoon werd geboren, iedereen komt op bezoek. Dat is allemaal fijn. Maar op die momenten hoop je dat er nog een keer een deur open gaat. Dat wil je op een bepaald moment voor jezelf. Van, konden ze nog een keer trots zijn op mezelf? Hoe voelt het als er iemand zegt tegen jou van, ik ben trots op je? Want dat weet ik niet. Zo fijn zijn. Ik vind dat heel leuk dat mijn kinderen dat wel weten. Kan jij die vraag zelf beantwoorden? Ben jij trots op jezelf? Ik ben wel trots op mezelf van waar ik ben, waar ik nu sta. Ik heb heel lang getwijfeld. De madame. Ish, wat een heftig verhaal en tegelijkertijd wat een moedige vrouw die Joke. Heel moedig.
Heel moedig. Echt, ja, het verhaal heeft me geraakt toen ik het las, toen ik haar hoorde. Zelfs nog meer, omdat je dan ook... Je ziet haar levende lijf en je ziet haar mimiek en hoe dat ze reageert. En, maar wat een verhaal eigenlijk. En waarom wilde je zo graag het verhaal van Joke brengen? Omdat... elke keer als ik een verhaal hoor, dan probeer ik het een beetje te vergelijken met mijn leven of ergens weerspiegeling te zoeken. En wat ze zegt over jong zijn en zoiets meemaken en nergens eigenlijk iemand hebben om erover te praten. Ik vind het zo herkenbaar op andere, voor andere gebeurtenissen, maar toch, ik vind het zo belangrijk dat je kan praten. En meestal als je jong bent, dan word je niet altijd zo serieus genomen met de pijn die je hebt. Hè. Mm-hmm. Meestal, het komt wel goed of we snappen het wel. Maar ook jonge kinderen hebben heel wat dat zij voelen en dat ze willen zeggen. En soms weten ze niet hoe ze het moeten zeggen. En dan is het ergens de taak van iemand om die jongeren te begeleiden naar het verwoorden, het uiten van wat ze voelen. Want het blijft hangen. En dan soms word je gewoon een beetje weggestopt, omdat de volwassenen zijn nu bezig met het hele rouwproces en alles regelen. En die kinderen zijn er en ze snappen er niets van. Of je denkt ook dat je je kind beschermt door het niet te confronteren met pijn en verdriet. Maar dat is natuurlijk niet, hè? Nee, en het blijft. En dan word je ouder en dan heeft dat een impact op je. En ik vond het zo moedig, want ze gaf me dan een kaartje op het einde en ik nam het mee naar huis en ik las het. Ik vond het fijn dat ze haar verhaal in diepte heeft kunnen vertellen voor de eerste keer. Ja, want heeft ze het aan haar man bijvoorbeeld ooit al verteld? Nee, niet helemaal, nee. Dat was echt de eerste keer dat ze alles op papier had gezet. Ze schrijft heel graag, dus ze had alles op papier gezet en ze is echt tot de bodem gegaan van het verhaal om voor haarzelf, denk ik, ook gewoon alles een keer te vertellen, in alle details. En weet je waar Joke haar kracht heeft gevonden om het nu anders te doen, zo bij haar eigen kinderen, van waar dat ze die kracht haalt? Ik weet het eigenlijk. Dat is zo moedig. Heel moedig. En ook, ze legde natuurlijk uit hoe dat ze met haar eigen kinderen omgaat. En eigenlijk alles wat ze geleerd heeft van het gemis, past ze nu toe op haar kinderen. En dat zorgt ervoor dat ze een heel mooie relatie hebben. Ook de kleinste zaken vermeldt ze. De communicatie met haar kinderen is zo open en over alles. En ik vond het zo inspirerend om te zien hoe iemand eigenlijk vanuit een verlies ergens een winst heeft kunnen vinden voor zichzelf, voor haar kinderen, die ze nu probeert op te voeden op de best mogelijke manier. Liefde is het toverwoord. Ja, echt. Het is een heel moedige vrouw. Ja. Heel moedige vrouw. Volgende week ben je er weer, hè, Is? Ik ben er weer volgende week, als ik mag. Je moet. Nee, volgende week ben ik weer en ik heb een koppel ontmoet eigenlijk. Het was eigenlijk enkel de vrouw, maar de man kwam in één keer en hij bleef met ons zitten en ik vroeg hem of hij zin had om mee te praten. En het gaat eigenlijk over een relatie tussen een Belgische vrouw, een Vlaamse vrouw en een man uit Guinea. Mm-hmm. Twee aparte culturen, twee aparte geloven, twee ook uiterlijk, heel, heel anders. Zij hebben elkaar kunnen vinden, zij hebben elkaar kunnen aanvaarden, maar hun omgeving niet. En het gaat over een familie, want zij hebben twee dochters, en hoe dat ze rust kunnen vinden binnenin hun relatie met zichzelf, terwijl dat familieleden absoluut niet willen dat ze samen zijn. Dat is het verhaal voor volgende week. Heel graag tot dan, hè, Is. Dank je wel. De Madame. Radio 2.